De hoogtepunten uit de partij van Rob Kok en Peter Oskam. Hier ziet u een eenbander. Vol op de rode, alles naar de hoek. Prachtig gespeeld, waardoor een prachtige verzameling plaatsvindt. Hier krijgt hij weer een eenbander via de lange band met een half dikke rood richting de witte bal. Rood neemt hij mee, vol op de witte, speelt de bal bij de band, mooi verzameld. Hier een trekstoot in ene. Via band, tweede bal mooi bij, via 1, 2, 3, 4 banden. Hier krijgt u een verzamelstoot via rood naar de lijn toe. Prachtig gespeeld op maat. Een piqué van wit, plaatsing op rood. Wit mag weer terugkomen. Wit in een mooie redelijke rechte lijn terug. Nog even het bandje raken, een stukje terug, waardoor hij mooi geplaatst ligt. Hier krijgen we een trekstoot van de rood in ene op wit. De rood via twee banden richting de korte band. Waardoor hij weer een mooie dunne bal krijgt. Hier weer een trekstoot van rood. Gaat hem dik spelen. Rood drie banden bij. Korte band, lange band, korte band. Plaatsing op wit goed. Kijk, net niet dat hij op klost. Dus perfect gespeeld. Prachtig op de lijn. Hier een drie banden bij van wit. Wit via lang, kort, lang. Weer een morti op de rode bal. Prachtig gespeeld. Ballen bij elkaar. Hier weer een trekstoot van rood. Dikker op, tegen de witte aan. Kijk, tegen de witte aan. Rood 1, 2, 3, 4 banden bij. Prachtig gespeeld. Ballen weer bij elkaar. Hier een trekstoot in ene. Waarbij de witte weer mooi terugkomt. Hier 1, 2, 3 banden. Kijk, is in ieder geval goed geplaatst bij rood. Krijgt hij een piqué van rood. Via één band. Gaat mooi staan. Goede dikte. Mooi tikje. Tik via de band. Rood opvangen. En bij de wit. Alles bij elkaar. Bal in ene. Trekstoot. Waarbij de witte mooi rondkomt. Plaatsing op rood. Keurig gespeeld. Plaatsing goed. Kijk, de witte via drie banden. Een beetje opvang van de witte bal, waardoor evengoed de plaatsing goed blijft in dit geval. Hier gaat hij van wit, een beetje liggend op de tafel. Trekstoot van wit via drie banden bij. Dus in ene en dan mort hij naar rood. 1, 2, 3. Mooi bijgespeeld, ballen bij elkaar. Kan helaas niet dun, dus gaat het via een losse band oplossen. Dus hij gaat de middenlijn gaat hij zoeken. Dus een beetje schuin inspelen. Naar dat punt. Dat hij van wit naar de rood gaat. Kijk, mooi staan, Peter. Kijk, goed het vertrouwen hebben in het punt. Rechtlijnig, keurig. Ja, mooi gespeeld. Goed erop. Echt een mooi gevecht in de wedstrijd. Hier speelt hij dus toch wel een mooi serietje op het eind. Hier trekt hij de bal van rood. Naar de wit toe. Diep aan de bal. Kijk, een doublé van rood. Plaatsing wit, plaatsing rood. Dan liggen de ballen mooi dicht bij elkaar. Hier ziet u een eenbander. Hier de lange band. Eenband. Prachtig mooi terug. Via 1, 2, 3. Drie banden. Ballen weer bij elkaar. Zo zijn de hoogtepunten de moeite waard om terug te zien. Hier ziet u een eenbander van de rood. Wordt een tweebander, hij is iets te dun, maar wel een mooie stoot. Plaatsing op de witte bal. Hier ziet u een balletje tussendoor. Zo wil een kaderspeler ze graag hebben, bij elkaar. Hier een piquetje van rood. Zorgen voor een mooie opvang. Kijk, klein tikje, opvang. En de ballen bij elkaar.
In deze positie kun je hoge series maken. De puntjes te pakken en de ballen bij de lijn te houden. Waardoor je als je val blijft liggen. Dat is een mooie plaatsing. Weer een mooie plaatsing. Een puntje verder, dan legt hij weer op rood. Krijgen we weer een rappel van rood. Het is puur de lijnen zoeken, de juiste dikte, goed gaan staan. Goed gevoel krijgen op de ballen. Tik, opvang. Kijk, dit is mooi altijd in het kader dat hij weer opgevangen wordt. Hier kan hij van wit, een beetje links effect, een beetje licht trekken. Op dikte, buitenkant rood. Heel mooi gespeeld. Hier krijgt hij een rode bal via 1, 2, 3 banden bij. Plaatsing op wit, perfect. Kijk, rood is ietsjes, nou, valt reuze mee. Vangt hem mooi op, goede plaatsing. Hier ligt een opschuifstoot, dus half dik op wit. Een beetje vol op rood. Kijk, hij schuift hem op richting de lange band. Hier trekt hij de bal terug van wit naar rood. En rood of wit via 3 banden erbij. Kijk, hij plaatst hem mooi op rood. Wit is niet te hard, waardoor hij weer makkelijk door kan. Hier ziet u Peter een eenbander maken. Waardoor de witte bal naar de hoek gespeeld wordt. En zijn bal via 1 band of 2 band naar de rood. Grote bal in de hoek. Ze kan eigenlijk niet meer. Ze gaat via 2 banden. Hij is ietsjes te dun. Maar hij pakt nog wel mooi de hoek. En rood komt mooi uit de hoek terug. Waardoor er een mooie positie valt. Hier ziet u een eenbander, tweebander, waarbij wit mooi bij de rood komt. Perfect gespeeld. Kijk, klein tikje op rood. Wit loopt prachtig in de lijn naar rood toe. Valt erop, waardoor je een prachtige positie krijgt, waar je mooi door kunt spelen. Hier heeft Peters op de lijn. Bij elkaar, hij maakt hier een rappel. Dat is 1. Hier gaat hij een puntje maken. Kijk, zeer vast aan de bal. Dit zijn allemaal mooie puntjes. Kijk, hier kan hij weer de witte bal uit het vak spelen. Want daar ligt de dan. Dus kort tikje. Tik. Kijk, waardoor de witte weer mooi terugkomt. Opvangen is belangrijk. Op de witte bal, dat is mooi. Tikt hem iets terug. Achter de rug om. Op dikte. Plaatsen op de witte. Mooi gespeeld. Weer een puntje. Beetje krijt erop. Dus weer een puntje van wit. Mooi intrekken. Tik op de rood. Kijk, een beetje opvangen. Weer een mooie bal. Zo kun je makkelijk scoren als ze zo een beetje in deze positie liggen. Goed geplaatst. Weer een trekstootje van wit. Kijk, opvang. Kijk, valt er mooi buiten. Dus hij klost hem via rood een beetje buiten. Kijk, en zijn laatste punt. Nou, mooie partij met mooie hoogtepunten. Tot de volgende keer. Wilt u ook leren biljarten? Neem gerust contact op met Mike's Live Biljart Studio. Subscribe en stay tuned voor vele stootbeelden en leuke carambols.